Goedemorgen allemaal. Welkom bij een nieuwe live uitzending. Een Studio Light demo dag hebben we vandaag. En vandaag gaan we met de planners aan de slag. En ja, er zijn eigenlijk verschillende maten planners. Er zijn verschillende standsmalletjes verkrijgbaar. En wij willen jullie door middel van deze dag eigenlijk een beetje wegwijs gaan brengen in de verschillende planners die verkrijgbaar zijn. Dus wij hopen dat jullie aan het eind van de dag ook weer wat geleerd hebben. Ik ga even alles klaarzetten, even delen en dan gaan we zo meteen gezellig van start. Ik heb de drie verschillende formaten planners die bij Studio Light verkrijgbaar zijn, heb ik voor mijn neus liggen. En daar ga ik eens eerst even wat over vertellen. Ik moet namelijk heel eerlijk zeggen... diegenen die ook met mijn Facebook vrienden zijn op mijn tijdlijn, zeg maar, die hebben het al wel gezien. Ik heb gewoon geen fijne week gehad. En ik heb ook gewoon een andere deadline gehad. Ik heb niet voor kunnen bereiden wat ik wilde. Dus ik ga er gewoon een beetje blanco in. En ik heb besloten om eerst maar een beetje uitleg te geven, ook over de verschillende planners. Ik heb gisteren ook een nieuwsbrief verzonden. En in die nieuwsbrief staat ook veel uitleg over de verschillende planners. Dat bestand met alle informatie van de nieuwsbrief heb ik ook in onze webwinkel als bestand zeg maar geüpload. Dus je kunt het altijd nog weer na gaan lezen. Nou, Studio Light heeft inmiddels drie verschillende formaten planners uitgebracht. Dit is de eerste, dat is een A5 planner. De A5 planner is leverbaar in drie verschillende kleuren. Een beetje champagneachtig. En die is aan de binnenkant is die mooi zwart. Dan is deze ook verkrijgbaar in een mooie helder blauwe kleur. En hij is verkrijgbaar in het zwart. Als je deze koopt, dan zit er al gelijk wat papier in en er zit een hoesje bij waar je accessoires in kunt bewaren. Dat zijn de drie verschillende planners. Nou, ik zal ook gelijk even een paar voorbeeldjes laten zien die ik dus in deze planner gemaakt heb. Het is nog niet veel. Dus dit is een A5 formaat. Dat is eigenlijk een basisformaat planner. Nou, daar zitten wat extra dingen bij hier dat ik wat dingen opgeschreven heb. Nou, de rest van de pagina's. Hier zit nog weer zitten van die kleine kaartjes nog weer aan. Heb ik een pocket opgedaan. Ook weer iets geschreven erbij. En ja, wat heb ik er verder in bewaard? Ik heb de pagina's al een beetje bewerkt. Dit is een planner, die moet ik nog helemaal gaan vullen. Zit wat van die extra items bij. Nou, voor deze planner... Kijk, ik heb de pagina's erbij. Nou, deze is ook klaar. Dus ook dit soort pagina's kun je er prima in gaan maken. Een planner ga je gewoon maken naar je eigen idee. Ja, wat jij wilt. Nou, voor de planner. Corine zal vanmiddag ook de standsmalletjes wel even laten zien. Er zijn dus gewoon de A5 standsmallen voor verkrijgbaar. Verschillende soorten. Dus een basispagina, wat losse elementjes zitten erbij. Ja, ik heb ze wel een beetje door elkaar heen gedaan. Een mooie pagina met een schulprandje. Deze met de accolade. Deze met dit gedeelte. Dus ja, ze zijn superleuk. Deze standsmalletjes, die kan je ook nog weer gaan verwerken in deze 20,5 bij 20,5. Maar waar je dan wel rekening mee moet houden. Kijk, je kunt het zien. Even kijken, hoe ga ik dat laten zien? De 20,5. Die is dus smaller. Dus deze past qua gaatjes wel hierin. Alleen heb je dus een iets kortere pagina. Dus je kunt deze standsmalletjes, die A5, kun je hier prima in gebruiken. Ook bijvoorbeeld om daar weer een labeltje achter te maken. Heb ik nog leuke ideetjes mee. Maar ja, tijd is ook zo'n dingetje.
De 20,5 die heeft eigenlijk geen vaste basispagina's. Maar wat daarvoor is uitgekomen, even kijken, dan moet ik... Even zien, pakje, waar heb ik nou die stansmallen neergelegd? Oh ja, daar. Ik wil eens zeggen, ik heb die stansmalletjes wel. Wat heeft Studio Light daarvoor nou uitgebracht? Daarvoor hebben ze de randmallen uitgebracht. Dan heb je hier de basismalletjes met verschillende randen. Deze randen, die zijn suitable of suitable, hoe je het ook uitspreekt, voor alle planners. Dat betekent dat deze past in de 20,5 planner en in de A5 planner. En met deze kun je pagina's zo breed maken als wat jij zelf wilt. Er zijn 4 verschillende met randjes. En die heb ik bijvoorbeeld ook in deze planner al wel gebruikt. Dit is een extra boekje. Hier zie je bijvoorbeeld die mooie notebookstands. Hier aan de zijkant heb ik de randmalletjes gebruikt. Bij deze heb ik een bordenstansje gebruikt. Ook hier aan de zijkant. En verder heb ik in deze planner nog niet wat gemaakt. Dus voor die 20,5 planner kun je dus die losse randmallen gebruiken. De 20,5 planner is leverbaar in 2 kleuren. Een hele mooie blauwe en een hele mooie roze. En daar zit ook weer zo'n opberghoesje in. Die zit hier achterin. Daarin kun je losse elementen bewaren. Het papier zit er bij deze niet in, maar dat kan je er los bij kopen. Dus er zijn navulsetjes verkrijgbaar. Dan waren er ook nog allemaal losse stansjes. Die kun je in de webwinkel allemaal terugvinden. Die heb ik dus hier niet bij me. Maar bekijk ook even dat bestandje in onze Facebookgroep. Dan wordt het allemaal wellicht wel duidelijk. En vanmiddag gaan de dames ook nog aan de slag met die andere planners. Dus het wijst zich allemaal vanzelf. Wat het verschil is tussen een planner en een art journal? Ja, in principe, het is een naam. Wat doe jij met een planner? Ja, de een verwerkt in een planner de foto's. De ander die gaat er dingen in schrijven. Een ander die verwerkt kaarten in de planner. Weet je, er zijn geen regels aan. Doe gewoon wat jij zelf leuk vindt. De een maakt een hele volle planner. De ander maakt een hele rustige planner. Het gaat er in de hobby gewoon om dat jij dingen doet die jij leuk vindt. Dat is het allerbelangrijkste. Wat wij nog wel, dat wil ik nog wel eventjes uitleggen. We krijgen heel veel vragen. Er zijn allerlei verschillende merken die planners hebben. Wij hebben vandaag een Studio Light Planner dag. Dus vandaag focussen wij ons op de Studio Light. Maar je hebt bijvoorbeeld ook van Elisabeth Craft Design ook planners. Het formaat. Dit is de A5 Personal Size. De Sidekick die past eigenlijk in geen enkele van Studio Light. Maar als je nou de Sidekick malletje, de Personal Size malletjes hebt, die kunnen wel in de Studio Light planners. Kijk, ik laat het zien even qua ringetjes. Dus dit past perfect. Alleen het verschil wat je dus hebt is dat de Personal Size van Studio Light, of nee, van Elisabeth Craft Design, die is dus smaller. Die is iets smaller dan de A5 planners. Ook Craft Emotions heeft een A5 planner en een Personal Size planner. Dus ook dat is weer het verschil. Dit is dus ook al, heb ik ook ooit al eens gemaakt. Maar je kunt dus de basisstandsmallen van Elisabeth Craft Design ook weer verwerken in deze planner.
om het maar zo leuk mogelijk te houden. Want dan kunnen we natuurlijk alle merken weer met elkaar combineren. Nou, vandaag ging ik aan de slag met de nieuwe Slimline Planner. De nieuwe Sidekick is toch personal size en de gewone A5. Ja, het is A5 Slimline, geloof ik. Af en toe word ik ook een beetje koekoek van al die namen, zeg maar. Maar het is in ieder geval de Sidekick. Die past niet in de gewone planners. Vandaag ga ik met onze nieuwste aanwinst aan de slag. En dat is de Slimline. Nou, wie afgelopen week mijn live heeft bekeken, die weet dat ik mijn cover dus heb bewerkt met een glimmetje. Dat is met de Arctic Ice Paste van Stamperia. En deze is leverbaar in 2 verschillende kleuren. Een hele mooie paarse en een hele mooie groene. Nou, de paarse heeft een mooie lila aan de binnenkant. Er zitten 10 velletjes wit papier in. En ook weer zo'n ziplock. En hij wordt gesloten met een elastiek. De groene is zwart aan de binnenkant. En ja, ik heb er dus al extra papier in gedaan. Want je kan hierbij dus extra papier kopen. Dat is bij alle verschillende setjes. Ja, waar ik afgelopen week die potjes mee heb gemaakt. En dan had ik de ice. Dus niet de snow, maar de ice. Als je de snow doet, dan wordt die ook wit. De Slimline. De Slimline die is net ietsjes groter dan standaard Slimline kaarten. En deze heeft dus ook 9 ringen. En daardoor heb je voor deze dus ook aparte stansen nodig. Nu heeft Studio Light daarvoor 2 setjes uitgebracht. En dit zijn de basisstansmalletjes met hele mooie randjes. Nou, die randjes die kan je dus universeel overal voor gaan gebruiken. Marianne Rijgersberg heeft daar ook al een live mee gedaan. En Corine laat ook vanmiddag nog allerlei voorbeelden zien. Dus kijk daar ook zeker even naar. En dan heeft Studio Light afgelopen week 2 pockets en cards uitgebracht. Nou, deze zijn dus geschikt voor alle verschillende planners. Dus deze hebben niet de gaatjes. Deze kan in je A5 planner, deze kan in je 20,5 planner en deze kan in je Slimline planner. Wat kan je met zo'n Slimline planner doen? Nou, je kan er alles mee doen. Ik heb wat opzetjes, maar ik heb een beetje een creatieve blokkade gehad. Ik liep een beetje vast op de afwerking, dus ik heb wat voorbereidend werk gedaan en daar bleef het een beetje bij. Dit moet nog ergens wat gaan worden. Hierbij heb ik dus bijvoorbeeld de stansmal gebruikt om de gaatjes te maken. En ik heb die hele mooie borden gebruikt. Dan heb ik ook de tekst Love This. En dat heb ik hier aan de rand gedaan. Dus ik heb gewoon een gedeelte van mijn papier afgesneden. Wellicht komt daar een leuke witte achterkant nog achter. Maar dat ga ik nog eventjes bedenken. Nou, die pocket ben ik ook mee bezig gegaan. Maar ook dat is nog een project in wording. Want ook bij die liep ik dus vast met mijn creativiteit. Nou, die pocket zit dus in dit setje. Daarbij zitten ook die leuke driehoekjes. En wat heb ik nu gedaan? Ik heb de pocket dus... Ik heb hier een stukje designpapier op mijn kaart geplakt. Of op mijn basis geplakt. Daar heb ik de pocket dus opgeplakt. En daarbij heb ik dus weer die driehoekjes gepakt. En die heb ik ook nog weer als pocket opgeplakt. Daardoor kun je deze basiskaart, die zit hier ook weer in. Ik zal hem even laten zien.
deze zit hier dus in. En die kan je hier dus weer heel leuk achter gaan steken. Wat je ook kan doen, is deze kaart als oplegvelletje hierop gaan gebruiken. Dat is nog een optie, maar dat wilde ik niet. Ik wilde hier dus weer labeltjes achter gaan steken. Hoeveel weet ik nog niet. 1 of 2, dat ga ik nog wel zien. Nou, dan moet er nog een decoratie bij komen. Die leuke hartjes komen ook uit dit setje. Ja, hoe ik dat op ga plakken, net wat ik zeg. Ik liep steeds vast met de afwerking, dus ik weet het nog niet. Hier ga ik gewoon een keer rustig voor zitten. Nou, ik had ook deze er nog bij gepakt. Misschien dat we die er ook nog wel achter stoppen. We shall see. Verder kan je ook, als je bijvoorbeeld slimline kaarten hebt gemaakt met de mooie standsmallen van Studio Light, die kan je ook heel mooi hierin gaan verwerken. Dus ook de slimline standjes passen hier weer heel erg mooi in. Nou, eigenlijk heb ik best wel veel verteld al. En ik denk dat we gewoon eventjes gaan knutselen. Ik zie wel hoe ver ik ga komen deze ochtend. Ik denk dat het belangrijkste is dat jullie gewoon een beetje een beeld hebben van wat kun je met zo'n planner en wat is het verschil tussen de formatenplanners. En nogmaals, een planner, je moet het doen op je eigen manier. Een planner kan je gewoon zien als een creatief dagboekje in principe. Nou, ik ben voornamelijk ook heel erg blij met mijn cover met de bling bling. Ik denk dat ik dat bij die paarse ook nog ga doen. Nou, dit gaat aan de kanten. Ik ga eventjes een slokje drinken en dan gaan we creatief worden. Oh ja, ik zou het bijna nog vergeten. Maar bij elke live uitzending gaan we ook weer wat weggeven. En wat ga ik weggeven? Ik ga tijdens mijn live deze standsmal weggeven voor de Slimline Planner. En dat doe ik eind van de uitzending een beetje. Dat is de SL-PES-CD110. Nou, vandaag krijgen jullie ook nog 10% korting op alle producten van de Planner Essentials van Studio Light. De code daarvoor is SLPlanner10. Nu hebben we daar nog wat leuks mee. Want bestel jij namelijk vandaag voor €50 of meer aan plannerproducten, dan maak jij ook nog kans om automatisch een Slimline Planner omslag te winnen plus een standsmallen set. Dus dat is puur voor de webwinkelorders. Dus vanaf €50 kan jij vandaag een planner winnen met een hele gave standsmal erbij. En bij elke live uitzendingen gaan wij een standsmal verloten. Om het maar even leuk te houden. Het is tenslotte decembermaand, dan moet je dingen weggeven. Nou, ik ga vanmorgen aan de slag met de JMA-collectie. En met de plannerstandjes. Ik ga hier gewoon aan beginnen en hoe en wat, we gaan het zien. Wat heb je voor deze wel nodig? Omdat de slimline groter is, heb je wel scrappapier nodig, want deze is op het formaat van 23,5 centimeter. Dus je hebt gewoon een iets groter formaat nodig. Nou, eerlijkheidshalve heb ik de gaatjes niet gemaakt met de plannerstands. Maar ik heb de gaatjes gemaakt met de kroppendaal. Ik vind dat soms gewoon net even wat makkelijker. Gaat soms net zo snel. Maar goed, kijk gewoon even wat jij zelf handig vindt. Nou, wat heb ik gedaan? Ik heb deze dus uitgesneden.
11 bij 23, want ik wilde die op mijn hele pagina gaan plakken. En toen bedacht ik later van ja, maar ik vind het leuk om er deze nog weer als pocket overheen te plakken, zodat ik er straks een labeltje nog achter kan steken. Dus dat is dat. Ik ga de randjes eerst even bewerken met bruine stempelinkt. Net wat ik zeg, ik ga nu gewoon random aan de slag. Ik heb het dus niet voorbereid. Dus ja, hoe ver ik ga komen, geen idee. We gaan alles stap voor stap doen. En ja, jullie vinden dat natuurlijk ook wel leuk om gewoon de opbouw te zien. Nou, dit is dus scrappapier uit de Warm & Cozy collectie. Deze keer wil ik lekker met inkt gaan werken in plaats van met gesso. Het kan op allerlei verschillende manieren. De code voor, als het goed is, staat die ook wel in onze Facebookgroep. Maar dat is Planner SL Planner 10. Nou, kijk, zie je? Nu heb ik al gelijk zoiets van, ik wil toch nog even wat extra er weer bij. Dus ik ga toch nog even een klein beetje stempelen op mijn achtergrondje. Klein beetje script, een oud stempeltje is dat ook uit de JMA collectie. Die wil ik erbij. Even kijken. En hier misschien een klein beetje van een mask stencil nog. En op die manier kan je dan lekker je achtergrondjes weer uniek maken. Zo. Nou, daar gaat hij straks helemaal niet meer opvallen. Maar dat maakt niet uit. Deze ga ik opplakken. Nou, als je het begin hebt gemist, je kunt het nog weer terugkijken. Het filmpje komt ook weer op YouTube te staan. Ik ben als eerste begonnen om een beetje uitleg te geven over de verschillende planners die verkrijgbaar zijn. Ik heb natuurlijk verteld dat we een leuke kortingsactie hebben en dat je weer van alles kunt winnen. Ja, inderdaad, met die dreigende lockdown kunnen we wel wat gezelligers gebruiken. Ik zit daar echt niet op te wachten, maar ja. Ja, de slimline planners zijn echt ontzettend leuk. Maar ja, wat is er niet leuk? Nu heb ik bij deze heb ik die koffer er al bij gepakt. Of koffer hoor mij eens. Maar ik denk dat ik het wel leuk vind om dat standsmalletje ook aan die kant nog weer te gaan gebruiken. Dat is de standsmal SL-PES-CD109. En ja, ik denk dat ik het wel leuk vind om dat toch nog weer te gaan herhalen. We gaan het gewoon doen. Ik ga gewoon op goed geluk deze even zo samen door de standsmachine doen. Dat gaat vast goed komen. Oh, mijn stoel kraakt. Maar ja, beter de stoel dan ik, hè? Ik plak hem eventjes vast en ik ga hem eventjes door mijn standsmachine draaien. Ondertussen valt er hier van alles. Ik had alle planners eventjes om mij heen verzameld, maar... Nou, aangezien ik nu thuis ben, moet ik het eventjes met de hand draaien en niet met mijn elektrische machientje. Maar dit is nog niet zo heel moeilijk om uit te stansen. Kijk eens, dat is toch gewoon echt een ontzettend gave mal. Deze mal kan je ook gewoon voor je, je slimline kaarten gebruiken, ook voor gewone kaarten. Je kunt het weer als randje voor een pocket gaan gebruiken.
Je kunt gewoon gedeeltes van die mal weer gaan gebruiken. Zo. Ja, het is inderdaad... als je dit weer ziet, kan ik snappen dat je een nieuwe verslaving ziet opkomen. Het is ook gewoon, ja, te leuk weer. Even kijken. Dan moeten we ons strookje hebben. Die gaat hier weer opkomen. Die ga ik alleen als een pocket opplakken, omdat ik hier later nog weer labels achter wil gaan doen. Kijk, zie je hoe leuk dat schulprandje is. Ik vind hem echt helemaal gaaf. Ik pak hiervoor eventjes het smalle dubbelzijdige tape. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wie er al heel actief is met de planners. Of hebben jullie nog vragen over de verschillende soorten formaten planners? We zijn er vandaag voor jullie, dus vraag gewoon ook, hè. Want ik heb net natuurlijk al wel een beetje informatie gegeven, maar ik kan me voorstellen dat jullie misschien nog veel meer vragen hebben. Dus laat het eventjes weten. Als het in onze macht ligt, dan beantwoorden wij het ook. Zo, die eraf, die eraf en die eraf. En die gaan we netjes recht opplakken. Kijk, en ik heb daar nu een pocket van gemaakt, zodat we daar straks leuke labeltjes achter kunnen gaan plakken. Ik ga nu ook als eerste even die reinforcers opplakken. Dan is dat ook maar weer klaar. Want dan wil ik daarna eerst de andere pagina maken en dan ga ik ze naast elkaar leggen. Ik vind het altijd leuk om twee pagina's eigenlijk een beetje tegelijk te maken, zodat ik eigenlijk aan beide kanten hetzelfde heb. Oh, Anja Kromwijk heeft een knutselblokkade omdat ze te veel spulletjes zijn. Ja, klopt. Dat is ook heel herkenbaar. Af en toe is het gewoon, eigenlijk too much en dan weet je het gewoon niet. En ja, wat ik zelf ook wel merk deze decembermaand, dan ben je ook met zoveel andere dingen ook druk bezig. En dan, ja, ik vind decembermaand altijd een lastige maand. En dan heb ik gewoon niet de rust om echt goed ervoor te gaan zitten. Ik zal ook echt blij zijn als het straks januari is. Maar dat hebben er vast wel meer. Even kijken, ik mis wat hartjes. Waar zijn jullie gebleven? Nou ja, die komen straks wel weer. Dan plak ik in ieder geval op wat ik al heb. Dat is altijd dat je zo snel weer kwijt bent. Ik ga die hartjes een beetje zo schuin opplakken. Dat vind ik wel leuk. Wat voor werkjes kan ik dan aan denken? Ik lees even niet de hele... Ik heb even de vraag gemist, als ik heel eerlijk ben. Maar jullie kletsen best wel veel. De journal waar jullie het ook over hebben, dat is de journal uit de Mindful Art. En dat is een journal die heeft dus weer een andere binding. En daar passen deze stansmalletjes weer niet in. Dus dat is gewoon echt een art journal. Wat buiten de planners weer past. Corine, dat geloof ik ook gelijk, dat jij nooit wat kwijt bent. Ach, weet je, dat hoort bij het creatief. Ik zie één hartje alweer liggen, want die ligt hier op de kop. Oh, ze liggen gewoon netjes op mijn werk. Dus ze waren nog niet kwijt.
Ja, het papier wat erin zit, kun je ook wel als watercolor gebruiken. Het is gewoon heel stevig papier. Ik werk er in ieder geval wel op en werk je met heel veel water, zeg maar. Ja, dan zou ik eventjes toch eerst even een primer eronder doen als een gesso. De randmalletjes, die kun je inderdaad wel gebruiken mijn eigen journal, Maria. Dat klopt. Ja, je kunt ook gewoon kaarten in je planner bewaren. Alles kan in principe. Even kijken. Ik denk dat ik beter voor een A5 planner kan gaan, omdat ik veel inkleur en grote pagina's maak. Wat denken jullie? Ja, als je inkleurt, dan ja, zou ik inderdaad voor of de A5 of voor de 20,5 gaan. Ik vind zelf persoonlijk, ja, vind ik de 20,5 nog weer net een iets fijner formaat. Maar ja, jullie weten, ik werk altijd groot en met veel dingetjes. Dus ja, ik kan die pagina's wel goed gebruiken, zeg maar, die ruimte. Nou, dit is mijn eerste pagina. Ik ga ook nu gelijk met de tweede pagina beginnen. Tweede pagina heb ik in principe hetzelfde idee. Ook hetzelfde papier. Alleen ga ik bij deze ga ik niet de randmal gebruiken, omdat anders mijn pocket er niet op kan. Ik wil bij deze namelijk een pocket gaan maken. Die moet hierop gaan komen, maar dat komt dus niet uit als ik daar dat geschilde randje weer af ga maken. Dus we gaan deze gewoon met de paper distressen weer even bewerken. Hij is uit de doos, maar daar blijft het bij. Nou, dat is natuurlijk wel jammer, hè. We willen natuurlijk ook wel voorbeeldjes ermee zien, hè. Dat is wel de bedoeling. Nou, ook deze pagina ga ik denk ik even een klein beetje met mask stencils en stempeltjes nog opwerken. Oh, ja. Je wou voor de slimline gaan en nu weet je het niet meer. Nou, misschien is het dan een idee om eigenlijk alle live uitzendingen van vandaag eventjes te bekijken. En dan op je gemakje even te kijken vanavond van, nou weet je, of later even gewoon rustig laten bezinken van, wat is nou eigenlijk het formaat wat bij mij past? Want het is gewoon, ja, de een vindt, wil er in kliederen. Want vanmiddag gaat Jeanette bijvoorbeeld met rice papers in kliederen. Dat kan ook prima. Een ander die gaat er foto's in documenteren. Er zijn zoveel opties. Ik heb inderdaad uit scrappapier gedaan. En dat had ik net al genoemd. Omdat je, deze is namelijk ietsjes groter. Deze is op het formaat van 23 centimeter, die pagina's. En dan heb je dus gewoon iets meer, iets grotere pagina's nodig. Wat je wel kan doen, is natuurlijk twee gedeeltes eventjes over elkaar heen plakken. Ik ga even een stukje van een acrylblokje gebruiken. Even een paar spettertjes erop. Ik werk nu trouwens met de kleur Ground Espresso. Nou, extra spettertjes, want hij viel gewoon. Het maakt ook niet zo heel veel uit. Kijk, dat is toch gewoon superleuk. Dan heb je gewoon echt even net weer een klein beetje extra. Ja, weet je,
alle formaten zijn leuk. Maar dat is gewoon heel persoonlijk. Je moet kijken van waar werk jij zelf graag op. A5 is gewoon een mooi basisformaat om mee te beginnen. Maar ik merkte dat ik gewoon af en toe even een klein beetje ruimte daarmee tekort kom. Ik ben echt iemand die veel opplakt. Wel netjes recht opplakken, Janine. Ja, weet je, door zo'n mask stencil en een stempeltje erbij te gebruiken, maak je de pagina's gewoon net even een beetje weer naar je eigen idee. Dan echt een personal touch, zeg maar. Ja, Tietz die zegt al, ik ben super blij met de slimline planner. Nou, volgend jaar gaat Tietz ook een leuke actie doen in hun eigen groep. En dat is Slimmies of the Year. Dus elke maand maak je dan een leuke slimline pagina. En die kan je dan weer mooi in deze slimline planner gaan bewaren. Ik denk dat ik zelf maar mee ga doen. Want dan maak ik in ieder geval elke maand een leuke slimline pagina. Dus mochten er meer liefhebbers zijn, kijk eventjes bij haar in de groep. Ja, eigenlijk vond ik het ook wel zonde. Het scrappapier heeft aan beide kanten inderdaad mooie stukjes. En dan is het gewoon af en toe keuzestress van wat ga je gebruiken. Maar gelukkig heb ik het scrappapier allemaal in meerdere of in bulk in huis liggen bij wijze van. Nee, dat lieg ik. Want ik wil de donderdagavond eigenlijk een basis gaan stansen. En ik had gezegd, ik ga met de Warm & Cozy aan de slag. En dacht je dat ik nog velletjes papier in huis had? Ik had al mijn scrappapier pas opgesneden voor mijn miniboekjes. Dus ik kon helemaal niet voorbereiden. Zo. Oh, leuk dat jullie ook mee gaan doen met de Slimmies. Dus bij de Art Journal van 21x26 passen deze stansen niet. Nee, dat klopt, Francisca. Alleen, ja, tenminste qua binding past het niet. Even kijken. Ik hoop dat het terugkomt. Ik weet niet wat er... iets wat er niet is, wat niet op voorraad is. Bedoel je dat, Maria? Ik heb het even gemist, hoor. Ja, wij hebben inderdaad... daarom heb ik dus ook deze plannerdag ingepland. Omdat heel veel mensen dus ook de vragen hebben over de planners. Van hoe past dat? Wat hoort bij elkaar? En daarom heb ik die documentatie nu ook in onze groep gezet. Zodat jullie het terug kunnen lezen. Van welke bij de A5 horen, welke bij de A4 horen. En ik heb ook gisteren heb ik in de webwinkel de artikelgroep aangepast. En daar heb ik ook alles onder verdeeld onder A5, onder A4, onder 20,5 en slimline. Nou, ik weet nog niet wanneer ik het wil doen, maar dat wil ik dus ook bij... bij de producten ook bij gaan schrijven van welke planners er geschikt voor zijn. Die informatie gaat allemaal komen, maar dan moet je niet in de eerste tijd hebben. Even kijken. Oh, grapje. Ik heb er gewoon te weinig uitgestanst, hè? Nou ja, die kan ik straks nog wel eventjes uitstansen. Ik was namelijk in de bonen. Ik dacht van deze komt hier overheen te vallen. Maar dat is helemaal niet zo. Ik heb voor deze de leuke pocket. Dit is de SL-PES-CD112. En daarmee kan je hele leuke pockets maken. Nou, je kan ook zeggen van ik doe twee van die pockets bovenop elkaar. Kijk, want we hebben twee maten pockets. Je kan er twee bovenop elkaar gaan plakken. En dan heb je dus zo'n leuke
ja, hoe zal ik het zeggen, kan je mooi een loaded envelop van maken. Hier zitten bovenaan ook hele leuke randmalletjes. Die kan je er ook nog weer afhalen, zodat je een mooi geschulpt randje gaat krijgen. Heb ik nu niet gedaan. Je kan ook zeggen van, ik ga er zo twee bovenop elkaar plakken. Kan ook nog, vind ik een beetje too much, maar goed. Ieder zijn eigen ding. Wat heb ik gedaan? Bij deze grote, daar zitten van die extra stansmalletjes bij. Daar kan je het kaartje mee maken voor in de pockets. Maar je kan ook zeggen van, ik maak daarmee een hele leuke koffer op mijn pocket. Ik heb die uitgestanst uit designpapier. En daarna heb ik ook gelijk de middelmaat van de ster. Dus deze middelmaat van de ster heb ik hier uitgestanst. Dus dan krijg je een doorkijkje. En daarachter, die heb ik dus zowel uit de pocket als uit het designpapier uitgestanst. Ik heb ze gewoon alle twee tegelijk door de stansmachine gedaan. Dan weet ik zeker dat het goed zit. En daarachter ga ik nu een stukje mica plakken. Of vellum. Het is bedrukt vellum uit mijn JMA collectie. Kijk, ik heb een veel te groot gedeelte. Dus dat kan ik nog een beetje afknippen. Zo. Oh, wacht. Ik ga eerst even... Nee, dat hoeft niet. Dat hoeft niet. Ik ga deze even vastplakken. Dit kan ook gewoon met lijm. Het is aan de achterkant. Je ziet niet hoe dat vastgemaakt wordt. Ik kies er even voor om het gewoon met dubbelzijdig tape te doen. Ja, dat vellum blijft gewoon leuk om te verwerken. Dit zit dus in het 20,5 paperpad uit de Warm & Cozy collectie. Ja, dat plakken we hierachter. We hadden er ook een schutgedeelte van kunnen maken. Ach, we plakken hem hierachter. Ik had hem eigenlijk hierachter willen plakken. Nou ja, in principe maakt het niks uit, want je ziet het echt nooit weer. Ik dacht, het kan net zo goed hier tussen. Maar goed, het kan beide. Deze ook eventjes weer beinkten. Ja, weet je, zo gaandeweg dan komen de ideetjes ook altijd wel weer binnen. En dan, ja, eigenlijk had ik ook gewoon te veel ideetjes en dan blokkeer ik af en toe, want ik had gewoon geen tijd. Ik was moe. Ik had, ja, kan er wel van alles verzinnen. Maar goed, het is me gewoon niet gelukt om het voor te bereiden. En we gaan gewoon nu even random bezig. En de finishing touch doe ik gewoon later, want ik heb dus niet alles nu binnen handbereik om het leuk af te werken. Maar goed, ik denk dat jullie met een beetje uitleg bij de malletjes ook al hartstikke blij zijn. En de andere dames die hebben wel het een en ander voorbereid. Dus die laten ook nog weer van alles zien vanmiddag. En ik heb ook nog eventjes, ik ben er nog niet. Maar straks eens even kijken of we nog wat leuks in de grabbelton hebben. Deze gaan we hier opplakken. Dat vond ik wel weer een leuke afwerking. Ja, net wat ik zeg, deze label of deze pocket, die kan je dus ook gewoon prima op een kaart gebruiken. Deze malletjes hebben dus helemaal niks eigenlijk met specifiek de planner te maken. Ze hebben niet van die ringetjes te aan zitten, zodat het alleen maar voor de planner te gebruiken is. Misschien is het wel leuk. Moet ik eventjes
bedenken. Want misschien kunnen we hier wel een leuk randje nog achter maken. Dus dat we... Even kijken, de ster in één keer gestanst. Ja, de ster die heb ik hier gewoon uitgestanst. En daarna heb ik die losse kade weer gemaakt. Deze gaat hier straks opkomen in het hoekje. En ik ga even kijken of het leuk is om er een border aan te stansen. Wacht even, misschien is deze wel leuk met de tekst Love This. Dat we alleen dat woordje eruit laten komen. Kijk, dat is wel leuk. Dan moet ik even een stukje kraftpapier pakken. Even kijken, een stukje kraftpapier. En dat moet dan ongeveer... Dit formaatje, ongeveer 3 centimeter, ga ik hem even snijden. Dat is dat. Nou, deze kan ik ook wel eventjes door mijn mini stansmachine gaan halen. Want ik heb toch maar een klein gedeelte nodig. Even vastplakken. Even zorgen dat hij aan beide kanten netjes recht komt te zitten. Kijk, ik heb niet de hele border nodig. Dus ik gebruik gewoon dit gedeelte wat ik uit moet stansen. Leg ik tussen mijn mini stansmachine. Dat scheelt gewoon heel veel draaiwerk. Zo. Dan kunnen die tekst kunnen we daar zo weer boven plakken. Dat is toch leuk. Nou, de I missen we dan wel bij Love This. Maar ja, goed. Dat snapt iedereen, denk ik wel. En anders hebben ze dan pech gehad. Die ga ik er toch achter plakken. Ik vind het leuk. Kan je ook met andere bordenstansjes doen. Net wat jij zelf in huis hebt. Buig je stans dan niet om? Nee hoor, de stans buigt niet om als je hem gewoon zo halverwege doorheen doet. Je kunt hier ook nog zo'n kader weer achter doen. Maar ik vind het juist wel leuk dat de letters nu los eruit vliegen. Met dat kader erachter, daar bedoel ik eigenlijk dit mee. Oh. Kijk, bij deze heb ik hem dus ook die outline gebruikt. Daar moet ik trouwens ook de I nog op plakken. Dus je kan hem ook op deze manier doen. Dus dat er een matlaagje onder komt. Of je kan hem zo doen dat hij gewoon die letters gewoon netjes open blijven. Dat is dat. Oh, ik heb een koud drinken. Zo, deze gaan we als pocket opplakken. Ja, jullie merken wel, het is gewoon echt een rustige knutselochtend voor mij eventjes. Het is echt zoiets van, ja, ik kan de live afzeggen of ik ga gewoon random een beetje bezig. En ik heb maar besloten voor het laatste. Dan zijn we er in ieder geval wel. En weet je, ik denk dat iedereen wel eens een creatieve blokkade heeft. Van dan wil je heel graag wat maken. En dan lukt het gewoon op dat moment net niet. En ik doe dan wel vaker dan
ja, start ik toch maar weer een nieuw project. Want dan loop ik gewoon zo vast. En dan zie ik gewoon niet hoe ik die afwerking wil gaan doen. En dan, ja, kun je het soms gewoon beter even laten rusten. En dan laten we weer rustig erna gaan kijken. Zo. Ik doe er even een klein beetje lijm op. Want dan kan ik iets beter er nog mee schuiven. Want ik wil dit wel echt netjes in het hoekje hebben. Ik plak hem op de kaart. Nee, ik wou zeggen, je kan hem ook ervoor kiezen om er omheen te doen. Maar dat gaat niet. Kijk, dit is toch al leuk. Nou, in deze label, wat ik zei, daar heb ik ook van die leuke kaartjes. Nou, die kaartjes die gaan hier weer precies achter komen. Ja, het past wel. Maar het is altijd eventjes weer een beetje zoeken. Ik denk dat ik daar van die leuke oplegvelletjes. We gaan eens even kijken wat wij daar op gaan stansen qua papier. Papierkeuze. Ik vind het altijd wel leuk om een beetje in hetzelfde systeem, of ja, hetzelfde kleurenschema een beetje te blijven. Even kijken. Nou, misschien is dat groene erbij ook wel leuk. Ik ga eens even kijken. Want dan kan ik er straks ook van die kleine kaartjes weer op gaan plakken. Oh, weet je, ik vind dit ook wel een keer leuk. Die gaan we erbij doen. En nee, niet die. Even kijken qua kleur. Nou, ik denk dat ik toch deze groene er ook bij ga doen. Die ga ik ook eventjes uitstansen. Ja, het is inderdaad, voor jullie is het af en toe ook gewoon goed om ja, ook een keer te zien hoe wij dit proces doen. Het is bij ons ook niet altijd dat het dat de inspiratie maar gewoon aankomt waaien en à la minuut klaar ligt. En dat hebben jullie ook wel. En dan kunnen wij altijd wel alles helemaal ja, voorgewerkt hebben en voorgekoud hebben. Maar dan is het voor jullie ook lastig om gewoon thuis weer te doen. Dan denken jullie van ja, daar gaat het altijd zo makkelijk. Waarom lukt mij dat niet? Nou, wij hebben gewoon exact hetzelfde. Kijk, deze ook gewoon netjes alle twee tegelijk door mijn stansmachine gedaan. Dat scheelt weer wat draaiwerk. Misschien dat we dat sterretje wat eruit is gevallen wel weer op deze kunnen gaan verwerken. Kan ik zo nog eens even naar gaan kijken. Ja, maar daarvoor zijn we er ook, Francisca, voor de uitleg van wat wel en niet kan. Dat is gewoon zo moeilijk om al die informatie in de webwinkel er ook duidelijk bij te zeggen. En daarom, ja, vind ik dit soort live uitzendingen ook gewoon zo belangrijk. En wij kunnen, ja, ik kan wel zeggen, weet je, ik doe één live met deze planners en ik ga er iets mee maken. En ik vertel er verder niks over. Maar dat heeft ook eigenlijk geen nut. Want dan hebben jullie nog maar zo weinig informatie. Ik vind het bijvoorbeeld veel fijner dat we bijvoorbeeld vandaag 4 live uitzendingen hebben. En dat jullie dus ja, de hele dag door over deze planners informatie krijgen. Binnen 1 uur is dat gewoon ja, niet haalbaar. En ja, wie niet van planners houdt en het niet leuk vindt, nou die
slaat vandaag gewoon even de live over. Nou, dit wordt een leuk kaartje wat weer achtergestoken gaat worden. En dit wordt een kaartje wat er achtergestoken gaat worden. Dan ga ik zo eens even kijken hoe laat het is. Of ik eventueel mijn plannerstand al moet gaan verloten. Wat ook nog leuk is met deze, is denk ik om die twee keer uit te stansen en dan ook weer vellum ertussen te doen. Dus dat is ook nog weer een optie. Even kijken, ik heb die kleine kaartjes nog wel ergens liggen. Die kan ik wel eens even uit gaan knippen. Die zou er wel bij kunnen. En dat kan er wel bij. Ja, ik krijg steeds meer ideetjes, maar ik krijg ook steeds meer rommel om mij heen, geloof ik. Het wordt wel volle bak hier. Ja, ik vind dit kaartje wel leuk erop. Ik ga deze keer maar gewoon even knippen. Meestal doe ik dat met mijn snijmachine. Is ook wel leuk om deze hier weer overheen te verwerken. En dan een leuk tekstje erbij op. Ik denk dat ik hem schuin doe. Gedeelte van die erop. Ik had nog die leuke sterren. Ja, deze technieken en de materialen die ik nu gebruik, kun je ook allemaal op je kaarten gebruiken. Dus het is echt niet alleen maar voor een planner waar we nu mee bezig zijn. Weet je dat ik ook nog helemaal geen labels erachter geplakt heb? Oh. En ik wil nog eigenlijk met decoratieplaatjes aan de slag. Oh. Het wordt weer niet wat. Ik heb al wel in de gaten dat ik het niet af ga krijgen. Ik vind het wel een keer leuk om van die kaartjes erop te gaan doen. Dan twijfel ik alleen. Dit vind ik mooie qua kleurencombinatie. Nou, hier kan je dus ook nog weer bijvoorbeeld zeggen van, ik ga deze weer als een pocket opplakken en daar weer een leuk labeltje overheen doen. Of met een leuk bannertje en een tekstje erop. Die laat ik nog heel eventjes los, want ik denk dat ik daar dat ik hem ietsjes kleiner ga snijden en hier toch nog weer een leuk labeltje bij achter ga steken. Kijk, en die komt daar dan weer achter. Nou, wat we ook kunnen doen, is deze hier achter steken. Maar dat vind ik toch weer te druk worden. Hier is die ook te groot voor. Was leuk geweest als het gepast. Hey, maar zo past hij wel. Haha, leuk. Kijk, zo kunnen we toch nog een eentje hierin stoppen. En eentje hier weer achter steken. En die kun je dus ook nog weer helemaal naar beneden doen. Want dit is ook nog weer vrij. Dat is wel leuk. Oh, daar ga ik nog eens even mee stoeien hoe ik dat precies ga doen. Ik vind dat wel leuk uitkomen zo. Nou, trek je die daar weer uit. Dan had ik nog
Deze die zou ook hier nog kunnen. En dan leuk met een nietje vastmaken. Kijk, zie je, zo komen we er al wel. Zo ga je gaandeweg je pagina helemaal opbouwen. Nou, hier komen sowieso wat kraftlabeltjes achter. Ik denk dat ik hier kleine labeltjes voor uit ga stansen. Of ik heb nog een leuk bingo kaartje. Dit zijn ook van Studio Light wat velletjes. Ook voor de planners. Die had ik ook in de nieuwsbrief erbij gezet. Zijn hele leuke, allemaal kleine accessoires die er weer bij passen. Bingo kaartjes vind ik altijd leuk. Kijk eens. Dat is toch ook leuk. Wat is nog meer leuk? Ik heb natuurlijk ook nog uit mijn JMA-collectie allerlei leuke items. We kunnen daar, dan moet ik die even met een ander kleurtje uit gaan stansen. Dat zal geen wit worden, maar dan kunnen we daar een leuke tekst op gaan maken. Kijk, zie je? Het wordt al wat. We hebben nog van die leuke takjes. We kunnen een paar bloemetjes erop maken. Dat we hier bovenaan een paar leuke kleine bloemetjes doen. Dat vind ik niet wat. Maar deze kan wel hier weer overheen. En dan een leuk bloemetje uit gaan knippen. Dat wordt wel weer leuk. Maar ik kijk wel altijd dat ik mijn pagina's een beetje naast elkaar neerleg. En dat er dus ja, uiteindelijk niet te vol gaat worden. Is wel een hele uitdaging voor mij altijd. Ik vind zwart wel weer heel zwart erbij. Denk ik. Ik kon net in de gauwigheid de malletjes niet vinden. Ik denk dat het wel leuk is om daar een gedeelte af te scheuren. En die zo op twee plekjes vast te gaan plakken. Ja, het begint nu wat te worden, dames. Het komt. Ik ga eens eerst eventjes zometeen de winnaar bekend. Of het spul verloten. Want anders dan vergeet ik het straks ook nog helemaal. Wat moeten jullie daarvoor doen? Jullie moeten gewoon typen. Ik ga nu typen voor start. En dan mogen jullie typen slimline. En onder de slimline ga ik zometeen een winnaar kiezen. Nee, ik doe ook geen zwart. Dat vind ik gewoon veel te overheersend. Wat ik nog wel ga doen is hier nog een leuke tekst op maken. Ja, een die-cut boekje kan ik er nog bij pakken om elementjes erbij te doen. Oh, en weet je wat ook leuk is? Deze zijn bij ons binnengekomen. En
Die had ik voor mijzelf eventjes besteld. Dit zijn namelijk ook van die reinforces, zeg maar. Of van die... hoe zal ik het zeggen? Daar zou je eventueel je spulletjes achter kunnen schuiven. Ik kan even niet op de naam komen. Wie helpt mij? Maar kijk eens hoe leuk het is om dat daar ook weer op te gaan plakken. Dus normaal gesproken doe je dit dus met een splitpennetje vastmaken. Maar dit zijn dus al gewoon kant-en-klare stickertjes. Ook deze is super leuk. Kijk toch eens. Daar kan je een soort blinde sluiting ook mee maken. Als je nog weer een extra pocket op gaat maken. Deze is ook leuk. Dit is gewoon net een scharniertje. Nu ga ik hem hier niet opplakken. Maar hoe leuk zou het zijn als je bijvoorbeeld een pocket weer maakt. En zo'n scharniertje aan de zijkant doet. Oh, helemaal leuk. Ik vind het leuk. Ik ga even nog een slokje drinken. Nou, volgens mij willen er heel wat mensen wel Slimline winnen. Ik mis ook nog een touwtje op mijn creatie. Dit is te wit. Dit is jute, dat vind ik ook niet zo heel mooi. Ik ben er nog niet over uit hoe ik het jute ga doen. Nou, dan geen touwtje. Bingo gaat daar komen. We hebben hier natuurlijk ook nog mooie bloemetjes in zitten. Ik denk dat deze er wel leuk bij is. En die kunnen we dan weer net een beetje achter ons plaatje daar gaan plakken. Even kijken dat ik niet te veel buiten beeld ga werken. Ja, ik heb helaas niet... niet zoveel slimline standjes om weg te geven voor alle kijkers. Dat gaat niet lukken, helaas. Dan wordt het wel een hele... een heel kostenplaatje, zeg maar. Ja, er komt inderdaad een leuke tekst uit de nieuwe collectie nog bij. Kijk, zo ga je een beetje nog... stoeien met de bloemetjes en de blaadjes. Bingo kaartje. Dit moet ietsjes naar beneden, want anders is onze macramé hangen straks weer helemaal bedolven. Dat is ook jammer. Oh. Nou, dit was gewoon echt weer keuzestress van wat we er allemaal bij gaan plakken. Het is allemaal weer te leuk. Nou, weet je. Ik ga dat gewoon lekker rustig op mijn gemakje na de live uitzending even een keer afmaken. Ik merk gewoon aan mezelf dat ik gewoon de inspiratie niet helemaal heb om dit af te maken. En dan maak ik er iets van waar ik uiteindelijk niet helemaal blij van ben. En dat gaan we... toch maar niet doen. Dus ik ga dit gewoon lekker op mijn gemakje afmaken. Maar ik ga nog wel even een winnaar uitzoeken. En ik ga kiezen stop. Ja, ik laat het zeker zien, Maria. Maar ik moet even kijken wanneer ik het af ga maken. Ik denk dat ik dit weekend eerst eventjes lekker rust moet gaan pakken. En dan gaan we er... daarna lekker mee aan de slag. Maar het kan best zijn dat ik vanavond nog een half uurtje ermee bezig ga. Dus
Jullie zien het vanzelf wel. Even kijken wie er gewonnen heeft. Even tussen de slimdan reacties door. Even een beetje filteren. Want jullie hebben ook andere dingen ertussen door. Oeh, het is nog Petra Merts. Petra Merts, jij mag een e-mail sturen naar info@studiolight.nl. En jij hebt dus dit leuke Slimline standsmallen setje gewonnen. Geef ook gelijk bij het mailen je adresgegevens door, zodat ze het ook op kunnen sturen. Want dat werd nog wel eens een keer vergeten. Dus mail gelijk eventjes je adresgegevens mee. En wellicht krijg je dan in de volgende week nog jouw Slimline thuisgestuurd. En kun jij er ook lekker mee aan de slag. Nou, voor mij is het dus niet gelukt om een hele creatie af te maken. Maar ik heb wel een uurtje inspiratie gedeeld en informatie gegeven en van alles en nog wat. Ik vond het in ieder geval wel hartstikke leuk. Super bedankt dat jullie er allemaal bij waren. En vanmiddag is dus de volgende live-uitzending weer. Jeanette gaat lekker kliederen om 2:30. Om 4:30 is Corine nog weer live. En zij gaat de Moonflower erbij gebruiken. En vanavond is Marianne Rijgersberg en zij gaat ook met deze Mindful collectie aan de slag. Alleen dan een ander formaat planner. En vergeet ook niet, als je vandaag bestelt boven de €50, krijg je dus automatisch kans om een leuke planner omslag plus standsmal te winnen. Dus we hopen deze dag weer een leuke, creatieve, gezellige dag voor jullie van te maken. Mochten jullie na afloop alsnog vragen hebben over de verschillende planners, laat het weten. Dan proberen wij dit voor jullie te beantwoorden. Voor nu bedankt en tot de volgende keer maar weer. Doei doei!